Gino en Pascal hebben allebei twee supersokers. Die van Gino zijn gevuld met citroensap en yoghurtdrank. En die van Pascal met cola en een kleine verrassing. Schommelen en proeven maar. Oké, smaakpapillen klaar? Ja. Supersokers klaar? Yes. Yep. Succes! Pascal, doe je mond open! Wat is het? Als jij boven bent, moet je spuiten. Nee, dat werkt niet. Oh. Kijk zo. Hier. Ja. Ik heb hem. Ja. Oké. Wissel. Ja, man. Wissel. Wissel van kut, Pascal. Ik wissel kan het niet meer zien. Oké. En stop maar. Heel goed, jongens. Oké. Nu ben ik wel echt misselijk. Ja? Want jij spoot in mijn oog. Ik weet niet hoe je het deed, maar je spoot in mijn oog en ik kon niks meer zien. Ik zat zo. Okay. Het ging natuurlijk om de vraag of jullie in het schommelschip konden ontdekken welke smaken er in de supersoker zat. Pascal, wat denk jij dat Gino naar jou heeft gespoten? Nou, het beste antwoord dat ik kan geven is dat de ene een beetje zuur was en de andere een beetje zoet. Ja, maar ik moet iets specifieks. Nou, dan denk ik toch, ik ga uit van een cola en een yoghurtdrink. Maar ja, ik weet het niet. Ik kon het echt niet plaatsen. Ik vond het echt lastig. Oké, yoghurtdrink heb je helemaal goed. Oh. Okay. En dat zuur eigenlijk ook wel. Ja. Want dat was citroensap. Oh, ja, ja. Dus telt wel. Ja. Goed rekenen? Zeker. Oké, zuur en zoet. Ja. Oké, jij? Ik had sowieso cola. Sowieso. En ook yoghurtdrink. Yoghurtdrink? Ja, die cola is goed. Ja, toch? Maar die andere, dat was knakworstvocht. Knakworstvocht! Ik heb jou helemaal ondergespoten met knakworstvocht. Ik ben blij dat ik die had. Smaken herkennen in een schommelschip, het lukt gedeeltelijk. Tijd om jullie even schoon te maken. Graag. Goed idee.